Ja, ik ben Nicky van den Burg, mede-eigenaar van den Burg Paprika's uit Est. Wij telen hier op 11,6 hectare rode paprika. Ja, wij proberen een hoog kwaliteitsniveau na te streven. En de beste paprika's bij ons die worden ook afgezet onder het So Unique label. Ja, we hebben dit jaar wederom gekozen voor Grodan. We doen al tientallen jaren zaken met Grodan. Dat is een betrouwbaar bedrijf. Een afspraak is een afspraak. Ja, we zijn hier 3 jaar geleden begonnen met de eerste proef van de Suprema. Die hadden we toen op 1000 vierkante meter. Dat is toen goed bevallen. Daardoor hebben we afgelopen jaar één hele afdeling ermee vol gehad. Dat ging goed, het gewas reageerde heel positief erop. De stuurbaarheid werd ook beter als met de mat die we daarvoor hadden. Vandaar ook het besluit om dit jaar het hele bedrijf ermee vol te leggen. Ja, het gewas op de Suprema die reageert in de wintermaanden wat vegetatiever. Makkelijke groei, ook makkelijke zetting wel. Richting het voorjaar gaat het ook nog. Na de zomer, als de meeste gewassen wat vegetatiever worden, dan kun je met de Suprema het gewas toch wat generatiever sturen. De pluspunten van de Suprema zijn dat die goed stuurbaar is. Je kunt wat makkelijker water geven zonder dat hij te nat wordt. En als je een keer wat minder water wil geven, is het niet direct te droog. Sinds dit jaar hebben we de GrowSense aangeschaft. Per afdeling heb ik 3 sensoren. Waardoor dat er als er ergens een sensor afwijkt, dan valt het ook direct op. Ik gebruik ook de e-grow. Dat is wel heel prettig. Als je niet op bedrijf bent en waar je ook bent, dan kun je zo even in je telefoon kijken waterstatus is van de watergehaltes en de EC.